Hallo, hallo. Mensen, dat is lekker koud. Ik zie even jullie. Ik heb nog nooit zo lang winterkleren in één jaar gedragen. Mensen, wat? 2020 is net crazy. Anyway, weet je wat ik luister? Zo'n Snow's Inform, nee? Als je niet die song kent, dat is de Jonkersvrij song. Ga googlen, Snow Inform. Hij is maar niet zo van nagerept. Anyway, toen laat ik me zo denken en op school, nee? Ik denk ik ben zo hier, zijn een zes haar rond geweest. Nou, ik heb niet gelijk met mondeling op school. Nee? Ja, maar het was nou mondeling doen. Ik heb mondeling het gehad. Kijk even alle onvoorbereide mondeling. Ik heb nou nog één dag toen ik... Gelijk moest nou niet gewiet van die dingen. Ik weet niet waarom we te praten, nee? En die onderwijzer zei voor ons, ik ga maar nou de onderwijzer zijn naam noemen. Maar die onderwijzer zei voor ons, maar ik kan nou enig iets doen. Ik kan enig iets doen. Wat maak ik? Zijn ik voor in die klas? Toen begin ik fijn voor me, huh? Alle woorden, tarat, net zo papa, kijk, ik was kwaai geweest, nee, die klonk gerappen, of ik kon gerappen, nee. Het is niet van informe, skip, hey, ik heb hem gerappen. Anyway, dat laat me toe denken nou aan Afrikaans, nee, in snaaks Afrikaanse woorden. Nou, ik praat nog van rarig, ik denk aan rarige snaaks Afrikaanse woorden, niet noemwoordjes. Zoals bijvoorbeeld een noemwoordje van mij is, mensen zullen bijvoorbeeld zeggen, een calculator is een sompompie. Maar sompompie is een rechte Afrikaanse woordje. In mijn opinie is het een noemwoord. Nou, ik weet wat noemwoordjes, ik weet van genuine, snaakse Afrikaanse woorden, wat zijn nooit zo geraaid, is wat het is. Zoals bijvoorbeeld, ons is geneigd om te zeggen, het groot geraakt om te zeggen, vanille essence. Nee? Kijk, geef mij die vanille essence aan alsjeblieft. Ik heb letterlijk nu op mijn ouderdom eerst uitgevind dat vanilla is in Afrikaans. Vanilla is actually Engels. Die Afrikaanse woord is iets in de lijn van vanille of iets in de lijn. Nee? Dat is een recht Afrikaanse woord en niet je opmaak Afrikaanse woord zoals sompompie. So, dan is dat bijvoorbeeld zoals ik het jaartig, en ik denk best ook hier rond, we zijn 6 en 7, heb ik uitgevind dat Jack is een. Kom maar, Jack, gooi die kar op. Ons gaan nu die karretje op, Jack. Een Jack in Afrikaans is actually een domkracht. Dat zei van mij gezien, domkracht, het ik gedink aan een Jackie. Domkracht van mij was hij ook wat rugby gespeeld het, wat net zo maar was, met een stokje maar was, en hij jongen kracht had, het ons gezien, hij jongen domkracht. Back at the ranch, de domkracht is een Jack. Een ander wat ik ken in Dobe bijvoorbeeld is een briefcase. Ik heb nooit geweten dat het is die rechte woord voor een briefcase. En tot mijn opa denk ik één dag van me gezegd, maar ik moet zijn aktentas gaan halen. Hij was lekker, nou, wat is een aktentas? Is een briefkees. Ga daar die briefkees. Een aktentas. Een aktentas. Nog een keer is een loopfoon. Een loopfoon. Het ik nooit geweten. Zal ik misschien eens geraaid. Een loopfoon is een hokkie-tokkie. Zo'n loopfoon, zo'n opmaakwoord, is een recht Afrikaanse woord, een loopfoon. Is een hokkie-tokkie. Hokkie-tokkie! Is dat niet hoenepoekjes en hoenebekken wat die mensen braaien met een hokkie-tokkie chicken? Ik had een hokkie-tokkie chicken. Ne? De lekker chimisausie, hokkie-tokkie chicken. Nee. Zo'n paar jaren terug. En ik zo'n beetje in mijn kinderwerk gedaan. Daar zo'n oude oomie kom bij ons aan. En die oomie sê, maar hy wil hier ons met sy konormoer uitcheck. Wat is een knormoer? Een knormoer. Knormoer is eindelijk een voertuig sy staten. Sê vir my, wat is genuine Afrikaanse woorde ken jy? Wat snaakse woorde is,
Wat de mensen soms wel raai is wat het betekent in Engels. Ja, vertel voor ons, zie je ervoor dat ze naakt Afrikaanse boekjes kinderen in een dode stappen. Dus like, share, follow.